Hi, ik ben Paul Roda en ik wil heel graag iets met je delen. Wat ik in mijn hart heb, van dingen, naar aanleiding van dingen die ik om me heen hoor. Reacties op de coronavirus en andere aanverwante kettingreacties die we in de wereld zien gebeuren. En dit veroorzaakt blijkbaar veel onrust en angst. En dat kan ik ook heel goed begrijpen als je niet weet dat er een God is die leeft en die sterk en machtig is en die alles kan. Die elke plaag kan stoppen, die elk probleem heeft overwonnen in Jezus Christus. Nu, de grote vraag die we eerst eigenlijk moeten stellen aan onszelf als christenen is: van waaruit ga ik reageren? Ga ik mij laten motiveren door de prikkel van angst en van bezorgdheid en van paniek? Dan ga ik een hele andere route in. En die route wil ik niet op. Tenminste, ik niet. En de andere is geloof. Wil ik gaan reageren en wil ik gaan kijken naar de dingen die om me heen gebeuren vanuit het perspectief van geloof? En niet zomaar geloof, maar geloof en vertrouwen in een God die machtig is, die alles heeft geschapen wat leeft en wat bestaat en die in staat is om alles te doen. Bij hem zijn alle dingen mogelijk. En voordat we dus gaan naar de vraag wat te doen, moeten we dit vaststellen. Wat ga jij doen? Wil je je laten motiveren door angst? En dan alle rotzooi die de duivel daarbij wil geven? Want hij is de motivator van angst. Of wil je je laten motiveren door geloof? En wil je je geloof en je vertrouwen stellen op God de Vader, op Jezus Christus en op de kracht van de Heilige Geest die hier op deze aarde werkzaam is in de christenen, in het lichaam van Jezus Christus? Dit is echt een Heilige Geest tijd die voor ons is aangebroken om echt radicaal te worden. Zeggen, luister, ik ga de kracht van de Heilige Geest, ga ik reageren. Ik ga vanuit mijn identiteit en mijn autoriteit in Jezus Christus, bekrachtigd door de Heilige Geest in mij, reageren. Nu, de grote vraag die dus gesteld wordt is: wat moet ik doen of wat moet ik niet doen? Nou, u zag mijn hand al naar mijn gezicht gaan. Een van de praktische raadgevingen is: niet met je handen in je gezicht zitten. Dat vind ik al een lastige, maar het zijn goede raadgevingen. En dus voordat ik verder ga naar het volgende, denk ik dat het wijsheid is om te luisteren naar een hele hoop tips die gegeven worden door de overheden. Zoals regelmatig je handen wassen, als het kan, ontsmettingsgel gebruiken, niet of zo weinig mogelijk met je handen in je gezicht zitten, in je ogen, in je neus, in je mond, in je oren. Wat het ook is. Maar dit zijn raadgevingen die verstandig zijn, die wijs zijn en die praktisch gezien in principe voor alle mensen toepasbaar zijn. Dus het is wijsheid om dat te doen. Maar er is een wijsheid die verder gaat dan de aardse wijsheid. Begrijp me dus goed wat ik heb gezegd. Mondkapjes of wat het ook is, wat de overheid ons ook adviseert. Ik denk dat er een hele hoop goede, wijze raadgevingen tussen zitten. Zo niet allemaal. Maar het gaat voor ons christenen gaat het een stap verder. En daar wil ik jou in opbouwen. En dat is namelijk: wat is de geestelijke reactie? Wat is mijn reactie als deel van het lichaam van Christus op wat nu gebeurt in deze wereld? En de vraag die wel gesteld wordt, en ik hoor daar verschillende reacties op, en ik heb daar wel mijn eigen mening over, is: waar komt deze plaag nu eigenlijk vandaan? Is het iets wat God doet, zoals sommigen zeggen, om daarmee een onrust in deze wereld te brengen, zodat mensen tot bekering gaan komen en God gaan aanroepen? Of is dit een beweging, is dit een plaag die uit de koker van de duivel komt? Nu, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik een bepaalde mening heb, maar dat ik echt niet 100% overtuigd ben of dat een juiste mening is. Ik kan niet zeggen: dit is een openbaring die God mij heeft gegeven. Het enige wat ik zie in Handelingen 10, vers 38, is dat er staat dat Jezus rondging om goeddoende, genezende allen die overweldigd waren door de duivel. En de duivel is degene die de smerigheden, ziekte, plagen, ellende over deze wereld uitgiet. Maar het is Jezus Christus die toen in zijn tijd dat hij op aarde liep rondging goeddoende genezende allen. Nu, wij zijn nu het lichaam van Jezus Christus geworden op deze aarde om rond te gaan in zijn naam en in de kracht van de Heilige Geest goeddoende en genezende allen die overweldigd werden door de duivel. Dus het is heel belangrijk om te begrijpen dat de autoriteit, waar het ook vandaan komt, wat ook de precieze oorzaak hiervan is vanuit de geestelijke wereld, dat wij kunnen wandelen als het lichaam van Christus in autoriteit van Jezus Christus, vol van de Heilige Geest. En een van de dingen die ik wel geloof, en wat ik om me heen hoor, ook van sommige sprekers op YouTube, is dat God deze situatie wil gebruiken om een mega opwekking te geven over deze wereld. En ik loop eigenlijk, denk ik, een beetje vooruit op mezelf, maar laat ik het dan nu maar zeggen. Ik geloof dat deze situatie waarin we nu verkeren, om meerdere redenen een situatie is. Hij is er toch. We hebben er niet om gevraagd, maar hij is er.
Dat deze situatie nu gebruikt kan worden, dat we A, dat we stoppen met geheime agenten zijn en dat we gaan zeggen tegen mensen waarmee we spreken, of ze het nou willen geloven, of dat ze ons nou belachelijk vinden of niet. Maar dat we gaan zeggen van luister, dit is de tijd om God te gaan aanroepen. Om op onze knieën te gaan en zeggen, Jezus, ik wil u leren kennen. We hebben u nodig, God. We hebben u nodig, God, dat u gaat ingrijpen in deze wereld. Om deze ramp in deze wereld af te keren. Halleluja. En God is bij machte. Hij zal onze stem, ons gebed horen. Dus dit is één geweldige mogelijkheid die we hebben door deze situatie om te getuigen van de kracht en het leven in Jezus Christus. En het tweede is dat deze situatie die nu opgetreden is, een buitenkans is voor het lichaam van Jezus Christus om nu op te gaan staan in autoriteit en in identiteit in Jezus Christus. Dit is een buitenkans om ons door deze situatie te laten trainen om op te gaan staan in kracht. In gezag, in geloof in Jezus Christus. Halleluja. En ik wil je graag meenemen naar een paar teksten en een paar geestelijke tips die ik je mee wil geven voor deze situatie. En dat is om te beginnen Psalm 91. Dat is eigenlijk waar ik begin. Of misschien mag ik eerst stap 1 zeggen. En dat is het vieren van het verbondsmaal. Wat ik zou doen is elke dag het verbondsmaal gaan vieren. Met je geliefde, met je gezin. Ga met elkaar, probeer dat elke dag te doen. Om een beetje wijn te nemen of druivensap en een stuk brood te nemen. En te zeggen, Jezus Christus, toen u het brood brak en de beker pakte, zei u, neemt eet. Dit is mijn lichaam dat voor u verbroken is. En toen u de beker nam, zei u, neemt en drinkt. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten is. Het bloed van het nieuwe verbond. Want wanneer wij het avondmaal, zoals velen het noemen, vieren, dan is dat eigenlijk een verbondsmaal. Letterlijk in het Oude Testament werd deze maaltijd gevierd nadat er een bloedverbond gesloten was. Als een bloedverbond gesloten was en de afspraken werden gemaakt en ze zaten aan elkaar vast op grond van het bloedverbond, dan werd daarna samen een maaltijd gegeten en die maaltijd heette het verbondsmaal. Dus wat wij vieren is een verbondsmaal. 1. Vier het verbondsmaal elke dag, als je kunt. En daarmee vier je elke keer weer niet alleen dat je in Jezus Christus bent, maar je viert ook de overwinning en de verbondsbeloftes van Jezus Christus aan zijn lichaam om voor zijn lichaam te zorgen. Dat ben jij en ik, als je Jezus Christus in je leven hebt aangenomen. Halleluja. En dat we daarmee vieren dat hij dus voor zijn lichaam, voor jou en voor mij, zorgt dat hij ons beschermt, dat hij ons geneest wanneer wij ziek zijn, dat hij ons bekrachtigt met alle kracht naar de macht van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en tot alle geduld. Dus dat is wat wij vieren als wij het verbondsmaal vieren. Het is belangrijk om dat te weten. Het is een verbondsmaaltijd. Het is een afspraak tussen Jezus en tussen ons. En wij zijn in die afspraak gestapt door ons te onderwerpen aan hem. Door ons te geven aan hem. En daarom is het tweede wat heel erg belangrijk om te doen. Is het te gaan bidden. En dat is wat we zien in 2 Kronieken 7 vers 14. En daar staat dit. Als mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt, in nederigheid buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. En ik geloof, lieve vriend die hiernaar luistert en hiernaar kijkt, ik geloof dat God jouw land, mijn land, uit welk land je ook komt, Nederland of België, dat zijn zo ongeveer de weinige landen die Nederlands spreken, maar dat wij mogen gaan opstaan en dit gebed mogen gaan bidden en ons mogen gaan onderwerpen aan God. En vorige week vernederen voor God en hem gaan aanroepen. En vorige week waren we hier in onze gebedsavond en kwam deze tekst ook naar voren. Om ons te vernederen voor God van onze eigen hoogmoed. Denk niet dat je niet hoogmoedig bent. We hebben allemaal in meer of mindere mate een zekere hoogmoed. Ik ook, ben er niet vrij van, ben er niet los van. Als ik tegen jou zou zeggen, ik ben vrij van hoogmoed, dan voilà, dat is al het eerste bewijs dat er hoogmoed is in mijn hart. Halleluja. Maar laten we ons vernederen voor God en laten we hem aanroepen in gebed en in kracht, zodat God ons land gaat vergeven en ons land gaat genezen. Wij hebben als lichaam van Christus die autoriteit om dat over ons land te gaan doen. En dan als we dan kijken hoe dat gebeurt, dan kijken we naar Daniel. Die begon te pleiten en zei, Heer, vergeef ons onze zonden. Wanneer we bidden en voorbeden doen, vereenzelvig je met degene waarvoor je bidt. Vereenzelvig je met de zonde van het land. In dit opzicht bedoel ik dat. Dat we niet zeggen, oh, vergeef de zonde van de overheid of de zonde van de mensen in dit land. Maar zeg, Heer, vergeef ons onze zonden in ons land.
Doe voorbeeld. Ga op je knieën voor ootmoedig je voor de Heer. En God zegt, dan zal ik horen uit de hemel. Ik zal hun zonden vergeven. En ik zal hun land genezen. Dus ons gebed is van mega belang in deze tijd. Dat we voorbeden doen voor ons land. Dat we voorbeden doen voor onze familie. Bekeerd of onbekeerd. Dat we voorbeden doen voor onze stad. Dat we voorbeden doen voor onze provincie. Come on! Open je mond en begin woorden van leven te spreken. En dit is het derde wat ik je wil zeggen. Onze mond. Gebruik je mond om te gebieden. Gebruik je mond om 1 te gebieden. En 2, gebruik je mond om in tongen te bidden. Man. En dit is de tijd om de gave die de Heilige Geest ons heeft gegeven. En dat is ook tongentaal. Om dat te gaan gebruiken. Dat we beginnen te spreken. Dat de Heilige Geest voorbeden kan door ons. En guess what? Als de Heilige Geest bidt, wordt het gebed altijd verhoord. Want als de Heilige Geest bidt, hij is God. Hij weet wat er gebeden moet worden overeenkomstig de wil van God. En hij bidt het door ons heen. Als jij in tongen begint te bidden. En de gebeden worden gehoord in de hemel. En vanuit de hemel komt een antwoord naar deze aarde. En zijn wil zoals het in de hemel is, zal gebeuren op aarde. Zijn koninkrijk zal doorbreken op aarde. Dit is zijn bemoediging aan jou. Bid in tongen. Weet je, soms dan zijn we 2, 3, 4 minuten aan het bidden voor een onderwerp. En dan is de taal op. Dan zijn de woorden op. En begin ik alleen maar dingen te herhalen. Jezus zegt, je hoeft niet te herhalen. Want de dingen zijn al bekend bij de Vader voordat je ze bidt. Maar wanneer we dan bidden in tongen. Wanneer we dus beginnen te bidden in die taal, zegt de Heilige Geest. Dan zal ik die dingen, die klappen geven en die dingen doen op deze aarde. Waar ze ook exact nodig zijn. Want wat weten wij nou eigenlijk? Wat voor openbaring hebben wij? Tenzij de Heilige Geest ons concreet dingen laat zien. Dus bid in tongen in deze tijd. En als deze tijd voorbij is, heb ik een andere raadgeving. Bid in tongen. Blijf in tongen bidden. Elke dag. Halleluja. Oké, ik ga je verder niet over uitweiden. Maar tongentaal is iets om jezelf op te bouwen. Maar tongentaal is ook een wapen, een zwaard om te gebruiken. Kijk in Efeze 6, waar wordt gesproken over de wapenrusting. En dat het de geest is, de wapen, het zwaard van de geest. Het woord van God wordt ergens gesproken. Wel, als ik bid in tongen, dan bidt de Heilige Geest en dan zijn dat de woorden van God. Want het zijn niet mijn woorden, mijn verstand, zegt de Bijbel, is onvruchtbaar. Dus laten we dat zwaard van de Geest gebruiken en overwinning zal ons deel zijn. En dan het tweede met betrekking tot onze mond, wat ik zou willen zeggen tegen jou is, begin te gebieden. Stop met te smeken. Stop met, o Heer, als u wil. God wil genezen. God wil een plaag stoppen. En meer dan enig ander ding. God wil dat ieder mens, zegt Timotheus 6. En God wil dat ieder mens op deze wereld tot behoud komt. Tot bekering komt. Dat is zijn absolute wil. Dat doorheen deze situatie, dat God iets aan het doen is om veel mensen in Nederland en België te gaan behouden. Nu zijn de harten zacht aan het worden. Nu zijn de harten van de mensen angstig aan het worden. In paniek. Ze weten geen oplossing. Ze weten niet wat er gebeurt. Mensen voelen zich onzeker. Maar wij hebben een fundering die is levend. Jezus Christus, onze levende rots. Onze eeuwige rots. Dus gebied. En de tekst die ik je daarvoor zou willen geven is in Jesaja 57 vers 19. Daar staat, zie, ik schep, zegt God, de vrucht van de lippen. Vrede, vrede. Shalom, shalom, staat daar. Er zijn een paar versen maar in het Oude Testament waar 2 keer shalom achter elkaar staat. En 1 shalom is al genoeg, want het is volmaakt in elk opzicht, naar geest, ziel en lichaam en in je omgeving. Volmaakt, 100% in orde zijn. Dat is wat shalom betekent. Nothing missing, nothing broken. Er ontbreekt niks, er is niks kapot of gebroken. Dat is wat shalom betekent. Hier staat shalom, shalom. Voor wie ver weg is. Wij kunnen deze gebeden en dingen die we uitspreken over mensen die ver weg zijn. Maar we kunnen ook die dingen uitspreken voor wie dichtbij is, zegt dit vers. En dan zegt de Heer, ik zal hem Rafa, ik zal hem genezen. Hij is de geneesheer. God is de Rafa, de geneesheer. Dus wat staat er in dit vers? God zegt, ik schep de vrucht van de lippen. Wanneer ik spreek, wanneer ik waarheid spreek, zal God die waarheid scheppen. Zou God kracht verlenen aan die woorden? Ergens in de spreuken staat, dood en leven zijn in de macht van de tong.
en die ze gebruiken, die zullen daarvan gevoed worden. Ofwel negativiteit en angst wordt opgewekt. Ofwel het woord van God en woorden van hoop en geloof. En die wekken geloof op. En geloof wekt op een gegeven moment een manifestatie van Gods kracht op. Halleluja. Nog één tekst die ik je daarover wil geven is uit Jesaja 45. En er zijn vele teksten hierover. Want waar ik het niet over heb is onze identiteit in Christus. En onze autoriteit in Jezus Christus. Door de kracht van de Heilige Geest die in ons woont. Ja, er zijn vele teksten over het gebruiken van onze autoriteit. Kijk naar Jezus en kijk naar de apostelen. Die bidden nooit voor een zieke, maar gebieden altijd, treden in autoriteit op in situaties. Waarom? Omdat ze Gods wil kennen. En dit staat er in Jesaja 45 vers 11. Er staat, zo zegt de Heer, de Heilige van Israël, zijn voor meerder. En dan staat er wat, naar mijn mening niet juist vertaald in deze herziene staatvertaling. Wat er in de Engelse vertaling staat, ask me of things to come concerning my sons. Dit is heel erg belangrijk om dat zo te verstaan. Dus wat hier staat is, vraag mij, zegt God, over de dingen die gaan komen met betrekking tot mijn zonen en mijn dochters. Waarom? Wel, er komt een vervolg van dit vers en er staat en in de herziende staatvertaling staat ook dat niet. Staat dat heel behouden vertaald, maar er staat in de Engelse vertaling dit en vele andere Engelse vertalingen staat dit. And concerning the work of my hands, you command me. Dit is de New King James versie. En met betrekking tot de werken, zegt God, van mijn handen kun jij mij gebieden. Nou, dit is natuurlijk haast godslasterlijk als je niet begrijpt wat de context is. Tenminste, godslasterlijk voor veel mensen met bepaalde Bijbelachtergrond. En ik vind dat niet erg. Wat hier staat is dat we eerst van God moeten horen. En als we van God horen wat hij spreekt met betrekking tot de dingen die komen voor zijn zonen en zijn dochters. Dat als we van hem horen wat dat is, dat we vervolgens kunnen gebieden en kunnen uitspreken. En God zal het doen. Jezus leerde ons in Matthäus 6 het Onze Vader. Waarin dat voor veel mensen niet herkend wordt in de vertalingen dat het gebiedende wijs is. Heel veel aspecten van dat gebed, het Onze Vader, zijn een gebiedende wijs. En er staat, Heer, uw wil moet op aarde gebeuren zoals het in de hemel is. En uw koninkrijk moet op aarde komen. Dat is een gebiedend gebed wat je daar bidt en het is gericht aan God. Nou, feitelijk gezien zou ik het eigenlijk, maar misschien mag ik het iets anders formuleren. Hoewel we net in dit vers hier hebben gezien, vers 11 van Jesaja 45, dat het wel degelijk iets is wat in dit vers althans, dat God zegt, gebied mij met betrekking tot de werken van mijn handen. Maestro Boshanda Bakande. Luister heel goed. Dit is mijn positie. Wij zijn schepsels en God is de schepper. En hij is de grote, de almachtige en er is niemand die ook maar enigszins hem benadert in zijn wezen. En toch zijn wij mensen degene die hem het meeste benaderen in zijn wezen. Want wij zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Wij zijn zonen en dochters, puur en alleen maar door genade van bloed van Jezus gered. En vervuld met de Heilige Geest. Puur en alleen maar genade dat we daarmee vervuld zijn. En lieve luisteraar, lieve broer, lieve zus. Hij heeft ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. En hij roept ons op om het woord te spreken met autoriteit. En als ik ga smeken en ga vragen, dan ben ik blijkbaar niet op de hoogte van wat Gods wil is. Terwijl met een betrekking tot een aantal dingen Gods wil heel duidelijk is. Hij wil niet dat je ziek bent. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Hij wil niet dat mensen gepijnigd worden. Hij wil niet dat mensen verslaafd zijn. En ik zeg dit zonder enige veroordeling naar mensen toe die ofwel ziek zijn of verslaafd zijn of wat voor andere situaties er ook zijn, kunnen zijn in jou of mijn leven. Dit is geen veroordeling. Dit is bepalen van wat is Gods wil. En zodra ik weet wat Gods wil is, kan ik in autoriteit beginnen te spreken en te gebieden. En daarom in januari heb ik deze boodschap in zijn grote lijnen ook al gesproken in Leusden. En ook in Genk heb ik die boodschap gesproken, waarin ik sprak over met betrekking tot de coronavirus. En heb gezegd, luister, het wordt tijd dat we gaan opstaan als christenen. En zeggen tegen het noorden en het zuiden, het oosten en het westen. Dat we gaan zeggen, nee, coronavirus, je bent niet welkom in mijn land. En dan zegt u misschien wel, het is al in het land. Dan zeg ik, opnieuw ga je uitspreken, zeggen, je bent niet welkom. Een inbreker die al in je huis is, terwijl je hebt gebeden.
maar toch in je huis is, ga je zeggen, je bent niet welkom. Met andere woorden, eruit in de naam van Jezus Christus. Zo blijf, ondanks wat je met je ogen ziet en waarneemt, en wat je met je oren hoort en waarneemt, en wat gewoon een feit is, ja, blijf de waarheid spreken. Want de waarheid van God gaat altijd boven een feitelijke situatie die we om ons heen zien uit. Ik ben niet zo stom dat ik feiten ontken. Maar ik zeg wel, luister, die feit, die mag dan wel een feit zijn. En het gebeurt ook, we kunnen dat niet ontkennen. Maar de waarheid van God, in het Engels supersedes, gaat de feiten te boven. Het is een feit dat ik niet op water kan lopen. Maar het is een waarheid dat in de kracht van Jezus Christus ik op water zou kunnen lopen. Het is een feit dat ik nog geen vlieg van hoofdpijn kan genezen. Maar de waarheid in Jezus Christus dat is dat ik in zijn naam, op zijn volbrachte werk, door de kracht van de Heilige Geest zieken de handen kan opleggen en ze zullen genezen worden. Laat ik samenvatten wat we tot dusver hebben gezegd en laat ik dan tot slot gaan naar Psalm 91. De samenvatting van wat ik nou heb gezegd is, we hebben een keuze te maken. Ga ik in angst reageren, dan ga ik een andere kant op. Dan wat God wil voor mijn leven en ook wil door mijn leven heen voor mijn stad, voor mijn provincie, voor mijn land. Dus ga ik in angst of ga ik in geloof reageren? Wel, ik kies om in geloof te reageren en daarom deze boodschap. Het tweede is, wat we hebben gezegd, wijsheid is om de praktische tips die gegeven worden om die op te volgen. Geef elkaar geen hand. Geef elkaar geen kus. Zit niet met je handen in je gezicht. Was je handen vaak. Ontsmet je handen als je kunt. Etcetera. Dat soort tips zijn waardevolle, kostbare wijsheidstips. Maar er is een wijsheid, hebben we vervolgens vastgesteld, die boven de aardse wijsheid uitgaat. Dat is de wijsheid van God. Dat is geestelijk. En daar hebben we nu net een hele poos over gepraat. En dat is wandel in je door God gegeven identiteit en autoriteit. Vier elke dag een verbondsmaal. 1. 2. Gebruik je mond op een goede manier. Spreek, gebied waarheid. En 2. Bid in tongen. Doe dat met je mond. Mestrabo shende. Ik gebied deze coronavirus. Laat los van mijn land in de naam van Jezus. 3. Bid en pleit dat God de zonde van ons land vergeeft. Dat God onze zonde in dit land België of in dit land Nederland vergeeft. Zodat hij kan gaan antwoorden en dit land kan gaan genezen. En herstellen. De economie, de gezondheid van mensen. Halleluja. Dus bid en verneder je onder de machtige hand van God. En weersta de duivel, staat het in Petrus en Jacobus. En bid het, en vier het verbondsmaal. Ik weet niet of ik dat net al had gezegd. Ik denk het wel, maar ik zeg het dan toch maar, omdat het belangrijk is. Vier het verbondsmaal. Drink het, drink de wijn. Eet het brood. Drink het bloed. Eet het vlees, zoals Jezus zelf zegt. En doe dat elke dag. En dan tenslotte, en ik had het inderdaad al gezegd, maar hey, het is blijkbaar zo belangrijk. Zo praat ik me eruit. Psalm 91, daar wil ik graag mee eindigen. Omdat het een superbelangrijk psalm is. En ik wil je uitdagen om deze psalm in de ik-vorm te personaliseren. Om die psalm een psalm te maken van jezelf. Ik ben in de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten. Dus ik zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Dat is vers 1. En als dat vers 1 waar is, kun je de rest van de psalm gaan lezen. In volle vertrouwen, in volle rust. Ah, oké. Okay. Dan zal God de rest van de psalm ook doen. Het gaat uit van het feit dat je woont in Hem. Dat je je woning hebt gemaakt in Hem. En dat Hij zijn woning in jou heeft gemaakt. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Halleluja. Wat een rijkdom. Vers 2. Ik zeg tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht. Mijn God, op wie ik vertrouw. Voilà, zie je, ook deze psalm begint met een eerste keuze. Ik ga geloven en niet bang zijn. Ik ga uit geloof reageren en niet uit angst. En dan staat er dit. Want God zal mij redden van de strik van de vogelvanger. Ik maak het persoonlijk voor mij. Doe dat zelf ook. Bid deze psalm. Zit Rod zegt, bid deze psalm in de ochtend en in de avond. Ik zeg, bid deze psalm in de ochtend en in de avond. Zeg het op, niet als een toverformule, maar zeg het op in geloof. Proclameer het, want opnieuw je mond. Wat je spreekt met je mond, God kan daar de vrucht van scheppen en zal daar de vrucht van scheppen. Want God zal mij redden van de strik van de vogelvanger. En dan staat er, van de zeer verderfelijke pest. Wat de epidemie ook is. Wat de pandemie ook is. God zal mij redden van de zeer verderfelijke pest. En niet alleen van mij. We bidden voor onze buren. We bidden voor ons gezin. Voor onze familieleden. Voor onze stad. Voor onze provincie. En voor ons land. Come on. Halleluja.
Vers 4, hij zal u beschutten met zijn vlerken, onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. En dan in de ikvorm dus. God zal mij beschutten met zijn vleugels. God zal onder zijn vleugels, zal ik mijn toevlucht nemen bij hem. Zijn trouw is mijn schild en mijn panzer tegen alles wat er op mij afkomt. En dan staat er dit in vers 5. En ik ben vroeger een angstbom geweest. Ik heb aan zo'n lijst van angsten geleden. Ik ben voor een stukje, mag ik toch wel zeggen, een ervaringsdeskundige op dit gebied. Halleluja. Hier staat er. Ik zal niet vrezen voor het beangstigende van de nacht. Ik zal niet vrezen voor de pijl die overdag aankomt vliegen. Ik zal niet vrezen, vers 6, voor de pest die in het donker rondgaat. Ik zal niet vrezen, niet bang zijn, maar geloof hebben. Ik zal niet vrezen voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al vallen er 1000 aan mijn zijde en 10.000 aan mijn rechterhand. Bij mij zal het onheil niet komen. Bij mij zal het onheil niet komen. Ik heb liever dat je af en toe bij een vers blijft hangen en de rest niet meer opleest omdat je naar je werk moet of je kinderen naar school moet brengen. Dan dat je de psalm afleest omdat je het moet aflezen. Als er een vers is wat je raakt, begin je dat te herhalen. Bij mij zal het onheil niet komen. Bij mijn gezin zal het onheil niet komen. God is een panzer, een schild, een veilige toren, een sterke burcht. En hij zal ons beschermen. Hij kan ons beschermen. Hij wil ons beschermen. Maar met jouw woorden bouw je dat schild, bevestig je dat schild rondom je heen. Je bouwt er je eigen geloof mee op. En het heeft kracht in de onzienlijke wereld. Sommige mensen zeggen, ja, ik bid het allemaal wel, maar ik geloof het eigenlijk niet. Wel, blijf het bidden en blijf het herhalen totdat geloof komt. En als geloof is gekomen, blijf het bidden en blijf het spreken. Want de waarheid zal tot stand gebracht worden in Jezus Christus door de kracht van de Heilige Geest. En dan staat er in vers 8, slecht met uw ogen zult u het aanschouwen. Weet je, zegt met ons ogen zullen we het aanschouwen. We aanschouwen, we zien al dingen. Het zijn feiten die om ons heen gebeuren. Maar we laten ons niet bewegen door de feiten. We laten ons bewegen door het geloof in Jezus Christus. En dan staat er dit in vers 9. Er staat een herziene vertaling. Statenvertaling staat vertaald met want, uw Heer. Ik zou het anders, en dat mag ook gewoon zo vertaald worden. Omdat uw Heer mijn toevlucht bent en ik u de Allerhoogste tot mijn woning heb gemaakt, vers 10, zal geen onheil mij overkomen en geen plaag mijn tent naderen. Lieve mensen, geen onheil zal mij overkomen en geen plaag zal mijn tent naderen, omdat ik in God mijn woning heb gemaakt, in de Allerhoogste mijn woning heb gemaakt. De vraag bij sommigen is, ja maar, ik ken mensen die hebben dat gebeden en die zijn ziek geworden. Of ik ken deze situatie of die situatie. En deze dingen die we om ons heen hebben zien gebeuren, of ons eigen leven misschien hebben zien gebeuren, willen ons geloof onder druk zetten. Of zeggen, ah weet je, ik bid wel, maar ik zie wel wat er gebeurt. Maar ik zeg je, elke dag is een nieuwe kans om te staan en te groeien in geloof. En te spreken en te bidden in geloof. Ik moedig je aan, lieve broer, lieve zus, bid in geloof. Laat je geloof niet afnemen, maar versterk je geloof, zodat het groter wordt. En sterker wordt. En vrucht draagt. God is te vertrouwen. En Esther zegt ergens, kom ik om, dan kom ik om. Maar als mij al iets overkomt, laat het dan bekend zijn dat ik in geloof, dat ik in geloof wandel en in geloof sta. Lieve broer, lieve zus, sta in geloof en luister niet naar de leugens van de leugenaar van de beginnen. En dan staat er dit. God heeft zijn engelen over jou bevel gegeven dat ze je moeten bewaren op al je wegen, vers 11. En vers 12. Zij zullen jou op de handen dragen, zodat je je voet zelfs niet aan een steen stoot. Voilà. Die engelen zijn om je heen. Nu al. Ze zijn bij je. Weet je dat ze naar jouw gebeden luisteren? Weet je dat ze brandstof als het ware ontvangen wanneer jij woorden van geloof en van waarheid spreekt? Dit is een geestelijke realiteit. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Wat dit ook is. Het is duisternis. Vertrap het. Versla het. In de naam van Jezus.
En dan komen er fantastische laatste drie versen en dan staat dit. Omdat jij, zegt God, liefde voor mij opgevat hebt, zal ik je bevrijden. Ik zal jou in een veilige vesting zetten, zegt je vader, want je kent mijn naam. Je zult mij aanroepen en ik zal je verhoren, zoals we net hebben gelezen. Lieve broer, lieve zoon, lieve dochter, zegt de Heer, wat we hebben gelezen. In 2 Kronieken 7:14. Ik heb meegelezen. Jij hebt het gehoord. Bid en ik zal vergeven. Bid en ik zal verhoren. Bid en ik zal genezen. En ik zal het land genezen. Je zult mij aanroepen en ik zal je verhoren. In de benauwdheid zal ik bij je zijn. Ik zal je eruit helpen en ik zal je verheerlijken. Wow. Weet je, lieverd, als je benauwdheid voelt, je voelt angst, dan is dat gevoel reëel. Het enige wat we moeten leren is daar niet naar luisteren, zodat dat niet gaat groeien. Het is normaal als dingen je soms aanvliegen. Voel je niet schuldig. Maar herpak je, zegt, luister, ik voel dit gevoel, maar ga er niet naar luisteren. En dan pak je Psalm 91 en je bouwt jezelf op. Je pak je wijn en je brood en je bouwt jezelf op. Of je gaat een tongen binnen en je bouwt jezelf op. En dan staat er dit. Lieve zoon, lieve dochter, ik zal je met lengte van dagen verzadigen. En ik zal jou, mijn heil, Yeshua, Soteria, doen, zien, redding, genezing, bevrijding, intieme, heerlijke relatie met mij, zegt de Vader. Stel je vertrouwen op je papa, je Heer en je God. En als je je vertrouwen in hem hebt gesteld, sta dan op in je identiteit en autoriteit in Christus. En begin te doen de dingen die we net met elkaar hebben besproken. Ik zegen jou in de naam van Jezus. Ik zegen Nederland. Ik zegen ons prachtige, schitterende, mooi land België. Dat de heerlijkheid van de Heer doorbreekt. Vader, we verklaren. Uw heerlijkheid breekt door en miljoenen komen tot bekering. Uw heerlijkheid breekt door, zelfs tot in de regeringen en hoge posities. En genezing zal gebracht worden. Uw heerlijkheid zal gezien worden. Jezus bloed, zijn stervende opstanding, zal verheerlijkt worden en grote vrucht dragen. En u, ik zegen uw gezin, uzelf, in de naam van onze koning en Heer en Meester. Hij is de koning van ons hart. Zijn naam is Jezus. Zijn naam is Jezus. We eren uw Vader, we eren uw Zoon en we eren uw Heilige Geest. Ga uw gang, heerlijke God. En dank u voor de doorbraken.